Hallo mensen, wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En je ziet het, we zijn weer terug mensen op de plek. Ik heb hier vorig jaar ook al 2 shotjes mogen opnemen. En die waren ontzettend lekker, dus ik ga toch mijn best doen om ook dit jaar weer lekkere shotjes te maken voor je. Wat gaan we maken? We zijn natuurlijk op Gran Canaria. Nou, kijk om je heen. Er staan hier heel veel cactussen. Het shotje van deze week, de prik van de cactus. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig de Pisang Ammon. Nou ja, de groene kleur hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen. Pisang Ammon, lekker fruitig, zit ook kruiden in. Dus eigenlijk is die puur al lekker. Maar ja, dan is het natuurlijk geen mixshotje. Wat gaan we er doorheen doen? De Pina Colada. Nou, Pina Colada, lekker die kokosmaak erbij. Alleen, ja, ik hoop dat het goed gaat. De bedoeling is namelijk dat je de Pina Colada heel rustig erin doet. Zodat je een soort met van druppel in het shotglas krijgt. Nou, we beginnen met de Pina Colada, of met de Pisang Ammon. Moet ik de 2 niet door de war halen. Dan krijg je een heel ander shotje natuurlijk. En dan bijna tot de rand. En kijk eens. Wat hebben ze mooie shotglazen hier in het Heineken Café. Hè? Het is echt luxer dan luxe. Kan bijna niet. Als hij er ook zo lekker smaakt. Kan bijna niet missen. Een klein druppeltje. En nu komt het spannende. Je moet het heel voorzichtig doen. Nou ja, dan gaat het bij mij vaak mis. Daar heb je hem al. Nou, ik moet zeggen. Ik vind hem er goed uitzien. Ik ga hem proeven. Heineken Café, Gran Canaria. Proost! Een shotje hier, een shotje daar. Het is niet tijd voor shotjes.